De uitvoerbasis van een veelzijdig civiel-technisch aannemingsbedrijf. D. van der Steen is al ruim 100 jaar actief in grond-, weg- en waterbouw. Een bedrijf met korte lijnen en een groot machinepark. Het aanleggen van natuursteen en het asfaltonderhoud voor lagere overheden zijn hun specialisaties. Onder andere hebben we een aantal onderhoudscontracten afgesloten met gemeentes, zoals gemeente Utrecht, Purmerend, Weidevenne en Nieuwegein. Daarbij vervangen we de asfaltdeklagen. We zitten eigenlijk alle werkzaamheden bij, zoals het frezen van de werkzaamheden, aanverwante werkzaamheden met straatwerk en uiteraard het aanbrengen van de asfaltverharding. Op deze locatie in Utrecht moet de asfaltlaag vervangen worden over een lengte van 3 kilometer. Dat is een drukke straat met veel doorgaand verkeer. Dat betekent dat er bij de uitvoering zo min mogelijk overlast voor omwonenden en weggebruikers moet zijn. Als je een wat groter wegvak hebt wat bijvoorbeeld 's nachts uitgevoerd moet worden, dan komt het neer op een strakke planning. Dat betekent vaak om 7 uur 's avonds beginnen met de verkeersmaatregelen. Aansluitend frezen we het asfalt eruit. Daarna kan het asfalt aangebracht worden. Aansluitend de markering. En dan zijn we vaak om 5 uur 's nachts weer zover dat de weg weer opengesteld kan worden voor verkeer. In 8 lange nachten zal de hele weg van een nieuw wegdek worden voorzien. Na de verkeersspits kan gestart worden met 1 weghelft. De andere weghelft blijft open voor verkeer. Elke nacht worden 3 vakken onder handen genomen. In het eerste vak wordt gestart met het weghalen van het oude versleten asfalt. Daartoe wordt samengewerkt met Vrij Service Utrecht. Een organisatie die zich volledig richt op het weghalen van oud asfalt. Terwijl deze machines hun werk doen, wordt op de 2 andere vakken geasfalteerd. Deels een eerste onderlaag en deels een deklaag. Het vak wat gisternacht van een onderlaag voorzien is, wordt nu geasfalteerd met een deklaag. Het vak wat aan het begin van deze avond is gefreesd, kan nu voorzien worden van een onderlaag. De planning van al deze activiteiten wordt zo samengesteld dat het verkeer van de ochtendspits geen hinder meer ondervindt van de werkzaamheden. De andere specialisatie vormt het natuur- en siersteenwerk. Hier wordt de voorkant van het prestigieuze hoofdkantoor van een bank onder handen genomen. We staan hier op de zogenaamde Esplanade. De Esplanade is een, als het ware een breed stuk stop wat aanrecht wordt in het stationsgebied van Utrecht. En we zochten een partij die ons kon helpen met natuursteen. We hadden wat ervaringen in de landen opgevraagd om te kijken wat kun je met natuursteen en wat voor uitstraling is het. En de ervaring leerde dat je heel veel technische kennis nodig hebt en een partij nodig hebt die dit heel goed kan. Wij doen het aanbrengen van natuursteen, eventueel het leveren van natuursteen en het voegen van het natuursteen. En het voegen van natuursteen doen wij ook voor andere partijen, dus voor collega aannemingsbedrijven. Wij hebben dit uitgevoerd, dit project, het volledige traject. Dus het aanbrengen van het grondwerk, grondverbetering, aanbrengen van fundering, het aanbrengen van de splitbetonlaag waar wij onze natuursteen in straten en het aanbrengen van de voeg van natuursteen. En de complete inrichting van het terrein. Dus het groen, de banken, alles eigenlijk. Compleet civiele werk. Een ander werk is net opgeleverd in Almere, waar het bedrijf ruim 9 jaar aan het werk is geweest. We zijn hier in Almere stad, in het nieuwe stadshart van Almere. Daar zijn we sinds 2003 werkzaam met onder andere ook projecten aan elkaar. Al wat we delen achter elkaar. Ook weer met dezelfde natuursteen aanbrenging, een starre voeg en natuursteen op een splitbeton. Waardoor je een hoogwaardig product krijgt. En je ziet het, je hebt een fantastisch mooi stukje werk. Door de grootte van het bedrijf, het eigen machinepark en de korte lijnen is D. van der Steen een aantrekkelijke partner voor gemeentelijke en provinciale overheden.